Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuw videoblog. Het jachtexamen. Het jachtexamen heb ik zojuist afgelegd en ik ga jullie vertellen hoe dat eruit ziet. Vooral als je beginnend jager bent, ben je natuurlijk benieuwd hoe die dag eruit ziet. Hoe verloopt nou het examen? Als je geïnteresseerd bent in opleiding tot jager, de jachtopleiding, dan heb je op twee onderdelen. Theorie, dat is één dag dat je gewoon in een opleidingscentrum achter de computer vragen moet beantwoorden, multiple choice vragen. Daarnaast heb je natuurlijk het praktijkexamen. Maar ik zal je vertellen hoe zo'n dag eruit ziet. Nou, je gaat die dag, ging ik naar Doorhout Mees in Biddinghuizen. Dan parkeer je auto en dan loop je naar de tafel waar je moet aanmelden. Je gaat langs allemaal pijlen, er wordt allemaal goed aangegeven waar je naartoe moet. Nou, dan loop je naar een tafel en je zegt ik kom praktijkexamen doen. Dan vragen ze welk tijdstip je was. Nou, ik was om 2:30 en dan werd gekeken, nou, wat is jouw eerste onderdeel? Ik mocht meteen beginnen met het kogelschieten. En ik kon doorlopen en daar bij het onderdeel kogelschieten bij Doorhout Mees, daar zag ik allerlei andere mensen wachten op hun beurt. Toen ik aan de beurt was, eigenlijk verloopt het gewoon alsof je een les volgt bij het kogelschieten. Je pakt het wapen. Je gaat alle handelingen doen die nodig zijn. Ik ga dat allemaal uitleggen in een ander vlog. Al mijn tips rondom het kogelschieten. Maar je gaat dus vervolgens gewoon de vier kogels schieten die je moet doen. Nou, heb je ze allemaal in de roos en heb je geen veiligheidsfouten gemaakt. Heb je alle procedures gevolgd zoals naar behoren. Dan ben je geslaagd. Nou, ik was voor het kogelschieten geslaagd. Daar had ik ook veel vertrouwen in, want ik had goed geoefend. Ik heb voldoende lessen gehad. Ik heb thuis ook nog zelf de handelingen geoefend de avond ervoor. Gewoon met een soort bezemsteel. Even alles doorlopen. En 3 keer heb ik dat gedaan. Van het magazijn ontladen, wat je dan zegt, et cetera. Hoe je het wapen moet dragen, noem maar op. Zodat het goed in mijn hoofd zat, zodat ik dat goed kon nabootsen tijdens het examen. Nou, vervolgens kwam ik naar buiten. Even wachten, uitslag werd berekend. Nou, ik kreeg dus, de uitslag was geslaagd. En toen mocht ik weer terug naar de tafel en bij het restaurantdeel. En daar kreeg ik te horen dat ik de jachtpraktijk moest gaan doen. Nou, ik kon daar even wachten in het restaurant tot ik werd opgeroepen. Dan ga je richting de jachtpraktijk. En ook daar weer wachten. Hey, je moet je gordel omdoen met de kogels. De losse vlodders zijn het eigenlijk. En dan sta je er met andere mensen. Het is daar heel druk op die dag. Heel veel personeel zie je lopen, heel veel cursisten. En dan sta je er te wachten. En dan op een gegeven moment komt er iemand die neemt jou mee. Dan loop je mee met diegene. En dan gaat het beginnen. Dan mag je een wapen pakken. Nou, uiteraard goed laten zien dat je het wapen goed kan beheersen. Het vindt overigens plaats achter het kogelschietgebouw. Hey, dat is ook weer op hetzelfde terrein van Doorhout Mees. Je pakt het wapen. Je laat goed zien dat je weet dat je er zorgvuldig mee om kan gaan. En dan ga je lopen. En er komen er verschillende opdrachten. Nou, we hadden natuurlijk de vogelschatten. Dus dan liggen er een aantal vogels op een veld. En jij moet ongeveer inschatten waar op hoeveel meter die dieren liggen. Vervolgens mocht ik gelijk door naar de drijfjacht. Nou, de drijfjacht is eigenlijk een simulatie van een drijfjacht. Dus het nabootsen daarvan, daar moet je een beetje wat fantasie bij hebben. Maar het gaat erom dat je op een post staat en dat je veilig die drijfjacht kan volbrengen. Dus dat je niet schiet in de richting van de drijvers. En ook niet in de richting van opgestelde poppen die er staan. Dus dat je weet van nou, als er een kleiduif komt, nou, dan mag ik die niet al die andere mensen die het in gevaar brengen. Ik moet dat zorgvuldig schieten. Nou, dat ging goed tot mijn laatste post helaas. Heel flauwe, ik vond het echt een beetje een flauwe streek. Er stond een pop ergens in de bosjes. Ik had die wel gezien, maar ik had niet door dat die bij de setting hoorde. Vond ik flauw. Ik zal volgende keer echt beter moeten opletten. Echt alles afscannen voordat je dus daar gaat staan. Maar ja, goed, ja, zo'n pop, ja, als je zo'n hoofdje uit de struiken ziet staan, dan denk je, ja, dan hoort hij erbij, staat hij, ja, hè, dat is... Maar goed, ik was mijn wapen dus aan het herladen en dat deed ik dus in de richting van die pop. En helaas was ik daardoor dus ook gezakt voor dit onderdeel. Ik hoorde wel meteen dus dat ik was gezakt, dus dat was wel een voordeel. Wederom weer terug naar de tafel en aanmelden voor de hagelexamens. Nou, hagelexamen, je gaat met een aantal andere cursisten, in mijn geval 3 anderen, in een groepje ga je het examen doen. Dus je bent niet alleen.
Vervolgens word je opgeroepen, even het paspoort laten zien, controleren. En dan ga je een wapen uitzoeken. Dat wist ik ook niet, dat je een wapen kon uitzoeken. Ik heb gevraagd om, doe maar gewoon een heel standaard wapen, het maakt mij niet zoveel uit. Dan laat je ook daar meteen zien van dat je moet controleren. Is de loop leeg, controleer je alle de wapens er eventjes laten zien. Demonstreren dat je veilig met het wapen omgaat. En dan is het richting de schietbaan. Wij begonnen, overigens, je moet op de schietbaan dan ook weer geweer neerzetten. Ook weer allemaal veilig. Maar toen begonnen we met de overvliegende duif. Die gaat recht. Pang. En dan vervolgens ieder om de beurt. Ieder een achttal schoten. Je moet er een bepaald aantal halen. Dat is nu even niet zo, maar dat kun je allemaal nazoeken tegen die tijd. Je moet een bepaald aantal per baan halen. Maar je kan het ook weer compenseren als je daar één haalt. Dan compenseert dat weer met, als je op een andere duif meer haalt, dan compenseert het weer goed. De invliegende, de zijwaartse, dus die komt zo van de zijkant. En dan komt het konijn, de lage, die gaat over de grond. En dan komt een links en een rechts hoog invliegende duif. Die komen, je hebt deze, die van die kant komt kijk, achter je oren vandaan. En diegene die je echt kan zien, die kun je echt zo schieten. Pang. En de andere kant, pang. Ik had helaas door de Koyoni-toestand, was het voor mij moeilijk uiteraard om op de schietbaan te oefenen. De schietbaan Waalsdorp in Den Haag, die vroeg een vaccinatiebewijs. Die heb ik niet. Gaan we ook niet doen. Dus ik kon pas later dit jaar beginnen met oefenen. Ik kon pas ergens toen die regels werden versoepeld, kon ik beginnen. En ik had niet daardoor de mogelijkheid om optimaal te oefenen. Maar ik ben alsnog vrij tevreden over het resultaat. Ik heb eigenlijk de moeilijkste duif van rechts naar links, dus die laag over, dat wordt gezien als een van de moeilijkere, die had ik alle drie raak. Dat kwam ook omdat ik even een knop in mijn hoofd zette. Goede tip meteen voor hagelschieters. Knop in mijn hoofd omzetten. Ik heb mijzelf even in de beast mode gezet, zeg maar. Dus ik stond echt klaar van, kom maar op. Bam, gelijk huppakee aanpakken die zooi. Terwijl bij die andere was ik meer een beetje van, ik ga het toch niet halen, want ik wist ik had niet voldoende lessen gehad. En ik merkte ook dat ik nog wat onwennig, toch nog steeds wat onwennig ben op momenten. Bepaalde dingen die nog steeds wat onwennig gaan. Ik heb zo'n 10 hagellessen gehad. Het minimaal is 6, meen ik. Maar ik zou je echt aanraden om 20 lessen te doen. Dan zit het er strak in. Helaas niet gehaald. Maar goed, ook niet getreurd wat ik zei. Ik mag in september nog een keer herkansen. Getreurd, het kost weer geld. Maar had ik er nou bijvoorbeeld 14 gehaald? Ik had 11 raak. Geschoten, had ik naar 14 gehaald, dan mocht ik ook op diezelfde dag nog herkansen. Dus dat is even iets wat je goed moet onthouden. Je hoort meteen de uitslag, ze tellen gewoon een aantal duifjes op. Helaas, ik had al zo vermoeden. Ik zat er gewoon nog niet lekker in, maar dat geeft niet. Ik weet als ik de 20 lessen had gedaan, dat ik het wel had gehaald. Het scheelde een paar duifjes. En ik heb ook op een andere baan nog eens geoefend met schieten. Dus voor mij was het de eerste keer dat ik op doorhoud mees de duiven schoot. Dus ik was eigenlijk nog best tevreden over het resultaat. Qua zenuwen, het zat er wel in, maar je mag gewoon, als je aan de beurt bent, de tijd nemen, de begeleider. Er gaan twee mensen met jou mee bij de hagel-examens. Hij vraagt ook jou, ben je klaar? Ben je niet klaar? Dan zeg je gewoon nee, ik wil even nog een ademhalen, ik wil even nog mijn herfocussen. Helemaal prima, je hoeft niet daar te gaan zitten knallen. Dat heb ik namelijk één ronde gedaan. Ik ging gelijk pang, pang, pang. Neem gewoon die tijd, dat mag. Dat is helemaal niet erg. Je hoeft helemaal niet als een soort machinegeweer daar die kogels af te schieten. Doe het gewoon rustig. In die tijd mag gewoon. En kijk ook naar wat die anderen doen. Je staat met nog drie anderen. Let op wat zij doen. Als jij nog niet aan de beurt bent en je bent bijvoorbeeld tweede of derde. Ik was zelf tweede. Er was een dame voor mij. Kijk je even. Kun je alvast een beetje meekijken, is een voordeel. Welke baan, hoe hoog, eventjes voor je gevoel. Kun je alvast een beetje warm schieten. Nu wel de komende tijd, tot september, ga ik lessen bij Doorhout Mees. Omdat je dan de baan goed leert kennen, de snelheid goed leert kennen van de duiven. En dan kun je ook gewoon nog eens wat vragen over het examen, et cetera. Dat is het dan. Als je dan klaar bent, dan kun je gewoon naar huis gaan. En je krijgt dan later ook nog de uitslag toegestuurd. Voor deze video leuk. Deel dan alsjeblieft met iedereen waarvan je denkt dat die het ook leuk zouden vinden. Abonneer ook op het kanaal. Ik maak ook andere video's over alle andere onderwerpen. Kijk de video ook, daar help je mij ook heel erg mee. Dat was voor vandaag. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.